De duifjes van het TVL-team gaan op 20 juli naar Orleans. En dan moeten ze donderdags ingekorfd worden en dan moeten ze alles gehad hebben. Dus het beste eten, goed vetrijk voedsel, dat ze echt energie hebben voor die afstand van 420 kilometer, ja, zo goed mogelijk af te leggen. Hoe wij de duifjes van het TVL-team voorbereid hebben op deze Orleansvlucht, we moeten ze leren drinken. Ja? Dus we zetten ze in de korf. Ja? De duifjes zitten een tijd in de korf, dan worden de bakjes aangehangen. Dan wordt er water ingegoten, dat ze zien dat het water komt, dat ze dorst hebben en dat ze komen drinken. En zo leren ze dat, want dat is heel belangrijk voor de vlucht. Van alle vluchten van 2 dagen, zelfs van 1 nachtmaand ook. Ja? Dus, maar vooral voor Orleans, omdat een afstand 420 kilometer is, dat is niet voor te lachen. De duifjes van het TVL-team zitten in de mand als ze naar Orleans gaan. 25 duiven in een korf, ja? En die 25 duiven, ja, die moeten allemaal aan de drinkbak kunnen komen. Maar die, ja, als die eerste gedronken hebben, dan moeten de volgende komen. En dat is, ja, ook iets van goede duiven. Goede duiven, die weten, als het water ingegoten wordt, we moeten drinken, zo snel mogelijk, ja? Hetzelfde als die eten krijgen, want vrijdags krijgen die maaiers in de korf, ja? En maaiers in de korf, ze moeten zo snel mogelijk, zoveel mogelijk eten. Want het gaat altijd om de snelste. Zowel om het drinken, zowel om het eten en zowel voor thuis te zijn. De snelste is de beste. De duifjes van het TVL-team, tot nu toe hebben die altijd alles goed doorstaan. Ze hebben goed leren drinken, ze kunnen goed eten. Ze komen goed naar huis. Tot nu toe is alles zoals verwacht.